Hallo allemaal, ik ben Toot en welkom terug bij een nieuwe Overwatch video. In deze video gaan we even lekker cheatertjes rapporteren en gaan we ook eens een keer anders doen. We gaan, nou ja, eigenlijk gaan we precies hetzelfde doen, maar we gaan het meer doen. In deze aflevering gaan we maar liefst 3 cases doen. Momenteel knip ik niet in mijn video's, want ja, ik heb het gewoon echt super druk en ik opneem het super leuk. Alleen al dat editen, ik moet het sowieso in de editor gooien, dat duurt echt bokkenlang. Dan moet ik het nog bewerken, dan moet ik het heel lang gaan renderen. Daar heb ik gewoon simpelweg niet de tijd voor en niet, nou ja, het duurt gewoon te lang. Dus ik hoop dat jullie dat niet heel erg vinden. We gaan gewoon wel lekker Overwatch doen, maar we moeten na elke Overwatch case moeten we heel even wat deathmatch doen, even een paar kills maken. Want ongeveer na 3, 4 minuten, 5 minuten, dan komt er een nieuwe case. Dus, dan doen we even deathmatch. Gaan we even kijken. We zijn hier bij de eerste suspect. Ja, Game Meneer doet er ook altijd 3. Dus nou, laten wij dan ook een keer 3 doen. Vind ik helemaal best. Hij heeft een USP. Het is de eerste ronde. Het is de warm-up. Dat is, hij is dus al in de warm-up gereport. Dat is altijd wel verdacht. Oké, dat is gewoon een kill. Dat is gewoon een heel normale kill. Zie ik niks verkeerds aan. Hij gaat nu naar de spawn. Nou, dit trucje doe ik ook wel. Dus ik bedoel, niemand ziet dat. Hier, bok. Headshot. Headshot. Volgens mij zag ik hem niet echt heel erg flikken. Kan dat ik hem even zag flikken, maar... Nou, ik denk het niet. Ik denk dat we gaan even... We gaan gewoon kijken. Maar hij is al vanaf de warm-up gereport. Hoe kan dat? Wat heeft deze gast gedaan? Komt er ook nog een punt waarop hij is gereport? Dit lijkt me niet voor de terroristen dat ze hem hierom gaan reporten. Want dit is gewoon simpelweg wat schieten. Nou, hij laat in ieder geval de hex nog niet zien als je hex heeft. Oké, heeft hij een assist. Nou ja, goed. Weet je, het is niet echt verdacht of zo. Hij begint nu met de eerste ronde. We gaan het nu gaan we het krijgen. Wat gaat hij doen? Hij gaat op short. En de terroristen neigen naar lang. Ja, die gaan naar long. Ja. Nou, trouwens, er komen ook 2 op short. Die gaat hij nu tegenkomen. Die hoort hij gewoon. Volgens mij hij lockt... Nee, hij lockt hem niet, volgens mij. Ze zijn nu op A. Ze zijn 3 op lang. Dat wordt niet doorgecommuniceerd. Er zit 1 op mid, top mid. Nou, heeft hij volgens mij... Oké, die heeft die andere nog wel. Hij gaat nu sterven. Nee, heeft die headshot heeft hij nog. Wat? Ja, weet niet of iemand zit. Nou ja, goed, hij is dood. Kon ik niet echt iets heel verdacht. Hij komt op P90. Dit gaat leuk worden. Hij rusht, denk ik, short. Ja, hij gaat short rushen, denk ik. Dit is een zilver tactiek. Gebruik ik trouwens ook nog wel eens, maar dat maakt niet uit. En hij gaat... Hij hoort ze overduidelijk op mid. Ja, hij hoort ze overduidelijk. En hij spreekt gewoon een keer raak. Nou, is niet heel erg verdacht. Hij heeft geen skins trouwens, dus het kan verdacht zijn, maar... Ik zeg, ik zie nog niet echt heel verdachte acties maken. Die pre-fighter die wel wat. Maar op zich vind ik het niet echt heel verdacht. Hij pakt een AWP. Oké, laten we even kijken hoe hij gaat spelen met een AWP. Hij gaat nu long waarschijnlijk doen. Ja, dat dacht ik al. Er komen 2 op long. Hij schiet een behoorlijke... niet goed, jongen. Ja, ik ben een beetje verkouden. Ach ja, iedereen is verkouden tegenwoordig. Hij wordt niet geflasht. Gewoon een piek. Ja, gewoon een kill. Volgens mij is deze gast niet aan het cheaten, jongens. Ik had dus die AK gepakt, bijvoorbeeld. Even kijken, er zitten 4 op B zelfs. Of, nee, 3, laat maar. Ze hebben de... Waarom überhaupt dropten ze die bom? Nee, wel 4. Oké, nou, dat is niet zo'n handig idee om met een AWP door het tunnel te lopen. Hoe kneus ben je dan? Kom op. Ja. Nee, dat is een wall... Is dat een wallhack? Hè? Hij is een wall! Het is een wallhacker! Oh, shit. Dat was het bewijs. Ja. Ja, tuurlijk. En daar... Ja. Meteen op de... Ja, tuurlijk. Ja, we hebben hier een wallhacker. Ja, en het is ook nog een griever. Had hem nog kunnen defusen. Oké. Griefing, wallhacking, confirmed. Hij saved for no reason. Waarom saved hij? Iedereen is dood. Jongens, deze gast is gewoon een griever. Deze gast had sowieso nog meer grieven. Waarom zou hij die niet defusen? Hij gaat met een grenade lopen.
En hij gooit hem mis. Iedereen zit bijna op long, dus dit gaat leuk worden. Ja, door de fles. En oh, och, wat had je dat goed gezien. Oh, je zag hem daar even, hè, door het muurtje. Je weet dat er nog iemand zit. Ja. Ja, dat kon hij sowieso weten, maar dat maakt niet uit. Ja, komt-ie. Ja, dag. Ja, en dat schieten, hond! Wat een vieze wolken. Ja. Ja, dikke Amahoula. Ja, dag! Ja, jongens, we hebben een wallhacker. Ik denk, hij doet helemaal niks, maar dit is echt een vieze, vuile wallhacker. Oh, wat is dit heerlijk om te zien, dit. Ja, dit gaat grieven worden, let op. Oké, hij gooit hem... Nee, oké, hij gooit hem wel gewoon goed. Maar theoretisch vond ik die bombdiffuse gewoon een grieven. Ja, ik bedoel, hij is niet super goed. Dus hij kan niet weten van, oh, ik kan hem net niet halen. Iedereen zou dat proberen, kom op. Wat is dat voor shot? Zitten allemaal op B? Ja, kijk even door de muren. Kalt, daar is allemaal op B zitten. Nou, dat nog net niet, want er blijft wel een counterterrorist dan nog op A. Wat gaat hij doen? Ja. Bam, ja, tuurlijk. Dan schiet, hè. Net. Ja, net als die loopt, dan schiet je. En hoe weet je dat er rechts nog iemand zit? Dan, ja, oh, goed reactievermogen. Tuurlijk. Ja, dan schiet hij. Ja, dag. Dit is echt vuil. Ja. Ah, ja, tuurlijk. Ja, oh, hij zag hem toevallig daar. Oh. Zo, mooie kill. Wat is dit triest. Hoe kan iemand zo hard wallhacken? Oh, shit. Nou, op zich, hij is niet heel obvious, maar kom op. Je ziet het duidelijk dat dit wallhack is. Ja, hij kiest elke keer positie om de Overwatch te misleiden. Waarschijnlijk gaat hij nu ook rushen, ja. Waarom zou je met een AWP inrushen? Ja, sorry hoor. Maar dan ben je ook of een hele grote kneus, of je bent een wallhacker. En hier is dat de tweede. Dit is gewoon echt heel kneuzig. Hij weet dat ze weer op B zitten. Is ook doorgecommuniceerd aan. Ja, tuurlijk. Hoe wist hij... Waarom pakte hij die scope? Waarom? Waarom loopt hij eerst naar binnen? Dan pakt hij die scope en dan schiet hij hem neer. Waarom niet gewoon meteen scopen? Want wie weet zit er wel iemand, hè? Nee, want er zat niemand. Want dat wist hij. Hij wist ook precies dat die gast daar zat. Ja, en daar. Kijk, even kijken. Hij dacht van, nou, ik moet niet te obvious doen. Maar daar zit hij. Oh, ik weet. Oh, nu weet ik dat hij er zit. Hoe weet je dat hij nu gaat pieken? Hè? Hond? Wat een hond dit. Wat een hond. Serieus, wat een hond. Echt waar. Dit is een wallhacker, jongens. Vieze vaar. Het is mooi dat mijn stem weer wat beter is. Daar ben ik blij mee. Ik bedoel, dan kan ik leuke video's maken voor jullie. Dit was gewoon reactievermogen, trouwens. Ja, hij ziet ze nu. Dat weten we Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Even dat flikje. Van, ho, hij gaat naar rechts. Pak. Gekild. Let op. Ja, nu piekt hij. Hoe weet hij dat? Nu piekt hij. Ja, hoe weet hij dat? Hoe weet hij dat? Ja, en dan daar even een keer schieten, hè. Let op. Ja, dag. Even om de Overwatch te omzeilen. Maar je gaat de Overwatch niet omzeilen. Want ik weet wel dat jij het ziet. Dat weet ik wel. En dat weet jij ook. Oh, dit zijn wel echt vieze wallhacks, man. Nou, dan gaan we even kijken wat hij weer gaat. Maar dit is ook gewoon sneu voor de terroristen, dit. Als iemand zo wallhackt. Ja. Jongens, wat is dat? Let op. Hij is stil. En een smoke. En een flash. Oké, die werd hier wel even genakt, trouwens. Even fast forwarding. Dit was hem. Het was hem. Jongens, ik zeg geen aim assistance, wel vision assistance. En ik vind theoretisch ook even gegriefd. Want hij kon hem makkelijk defusen nog. En hij heeft het gewoon niet gedaan, op een of andere reden. Waarom, weet ik niet. Ik vond het grieven, want er staat hier gewoon letterlijk... Exhibited behavior that was disruptive, anti-competitive of anti-social. Zo, dat is dit gewoon. Je gaat een bom defusen als je hem kan defusen. Klaar. Summit verdict. Oprad uit mijn spelletje. Gaan we even tegen de bots gaan. Dat is wel grappig. Laten we even op expert bots spelen. Gewoon even, want dit laatste scherm duurt er ook niet zo lang. Dus dat is echt vet chill. Maar we gaan straks nog een case doen. En we gaan kijken of die ook aan het hacken is. We gaan 3 cases doen. Dat wordt leuk. Of 2 cases. Misschien ook wel 2 doen. Maar dat zien we dan wel. We gaan in ieder geval niet 1 doen. Maar we gaan meer doen. Eerst even kijken. Nou, op zich duurt het nog wel redelijk lang. Maar we zijn er. We zijn er. Continue. We zijn er. Terrorist ben ik. Ik kan nog niks kopen.
Kunnen jullie ook wat, kunnen jullie in deze video ook nog wat gameplay zien? Dat is ook wel leuk misschien. Let's go, hey guys. Ja, ik weet dat het wat zijn, ik weet het. Ik vond het gewoon grappig, oké. Okay. Mag dat niet? Ja, ik wil het zelf doen. Ik bedoel, die bots moeten niet iedereen killen bijvoorbeeld. Dat vind ik niet leuk. Ach, flesje voor mezelf weer. Ik ga het gewoon spelen, ja. Ik ga die bom niet planten, want anders is het duidelijk wie er gaat winnen. Jongens, jullie zien dat ik erop zit in mijn cursor. Wat de frik? Ik zat het er al met mijn keuze of niet? Dat zal wel. Oh shit. Oh jemig. Nu mag ik met AK gaan sprayen. Oh, ik ga met SG sprayen, dat is ook wel leuk. Laten we dat gaan doen. Laten we even onze teammate gaan. We gaan even één ronde doen, jongens. En dan gaan we weer Overwatch doen. Oh, zit dat mid? Twee bullets had ik, hè? Dit is zo easy, hè? Maar hij zit niet op, op B. Goh, die spray duurt nog wel redelijk lang. Maar ik had hem... Nee, ik wil niet met een 0. Oh, ik wil niet de ump. Nou, wil ik, zal ik hem met een ump spelen? Ik kan met een ump spelen. Yo, ik kan met elk wapen spelen, joh. Dat is niet waar. Maar ik kan wel met veel wapens spelen. Hoe kan ik daar de hele tijd mezelf flashen, serieus?
Ah, ik zag hem niet! Ik zag hem gewoon niet! Oh, nu heb ik wel low HP. Oké. Okay. Ik had hem nog wel, man. Nou, laten we even weer Overwatch gaan doen. Download Evidence! Is weer zover dat we weer een cheatertje te pakken gaan krijgen. Lekker een lange aflevering dit van cheaters pakken. Natuurlijk kan je die stukjes van Madbots ook even overslaan. Maar je kan het ook zien als je dat wilt. Maakt mij niet wel uit. Ik hoop dat we weer een lekkere hacker krijgen zoals de vorige potje. En hopen dat we misschien een keer een leuke map krijgen. Misschien een andere map een keer. Even Inferno of zo. Of Cash misschien. Zou een keer leuk zijn. En dan even lekkere hacken. Net zo. Oké. Okay. Dit is in één woord jammer. Ja, dit is gewoon pittig jammer. Ja, kan ik dit doorspoelen? Even kijken. Dan moet ik een command moet ik doen. Even kijken. Ik moet daar iets van doorspoelen. Ik moet even opzoeken hoe ik dit door moet spoelen, want jongens. Wacht, dit hoeft trouwens geen hex te zijn, maar. Hij is in ieder geval kleren irritant en ik ga hem sowieso voor grieven doen. Ik ga even zoeken hoe ik dat even door moet spoelen. Hij is sowieso een grieven. Even kijken hoor. Ik moet die command even vinden. Jullie zien toch de hele tijd dit ding, dus jullie zien niks. Ja, ik zie dat nu even niet, maar. Google typing in plaats van Google. Is hij al wat aan het doen, jongens? Oh, hij is fast forwarding. Nee, hij is weer gewoon niks aan het doen. Of gaat hij gewoon helemaal niks doen? Dan ga ik zo doorspoelen. Overwatch CSGO console commands. Even kijken hoor. Oh, wacht. Hier staat hij, ja. Houd de fast forward, pauze, slowdown, etc. in het demo HD. Ja, die moet ik hebben, ja. Even kijken hoor. Console commands. Demo. Oh, wacht. Ik moet wel in de console zeggen dan, hè. Ja, fijn. Hier, dan kan ik even wat snel. Hoe werkt dit, jongens? Pauze, dit is pauze. Oké, hier kan ik hem dus even pauze zetten. En dit is even wat doorspoelen, denk ik. Wat is per frame? Dit is 1,2 keer. Dit is super slow-mo. Ja. Nu spoel ik het even door, ja. Yeah. Ik kan hem ook nog sneller doen. Oh ja. Oh, zo kan ik gewoon bepalen hoe snel ik wil. Ah, oké. Nice. En wat is dit dan? Ja. Yeah. Uh-oh, volgens mij heb ik het vernield. Oh, hij is al klaar. Oké, rip. Nou ja, hoor, dit is gewoon ID niks. Nooit zo'n. Ik heb echt nog nooit zo'n Overwatch gehad. Echt waar. Grieventje. Zo, dit was toch maar eens even een rare. Ik was nog even aan het kijken hoe ik dat door moest spoelen en zo, ja. Maar goed, nou ja, dan gaan we weer offline met bots spelen, hè. En maar weer met expertbots, denk ik. En want dit was wel heel. Ja, dit was heel raar, dit. Dit heb ik nog nooit mee. Nou, dan kunnen we mooi 3 cases doen. Dit was ook een case. Nou, hey, feestje. Nee, maar ja, dan doen we gewoon 3 cases en 1 was dan dit. Nou ja, doen we volgende keer gewoon volgende aflevering weer een case. Dus we gaan nu nog 1 case doen. Maar daarvoor moeten we eerst even wachten. Even wachten. Dus dan gaan we even met bots kloten. Altijd fijn, altijd leuk om met bots te kloten.
Even kijken. Initializing game data. Data. Even kijken. Laten we nu gewoon een terrorist weer zijn. Ik vind het wel altijd wel leuk, hè? Als je een terrorist bent. Laten we met Deagle spelen. Als we met Deagle kunnen spelen, zou ik het voor mezelf ook best knap vinden. Want Deagle is bakken lastig. Oké, okay, laat die bos maar even sterven trouwens. 3, 2, 1. Oké, okay, we gaan even kijken of we met de Deagle iets kunnen doen. Is wel lastig met Deagle trouwens. Ah, ik kan niet met Deagle spelen jongens. Eliminatie confirmed. Nee, met Deagle vind ik lastig klaar. Gewoon even lekker B-rushen een keer. Let's go! Nee, die vind ik echt lastig wapen nou. Ik weet niet, als je in de comments ook even zet als je die ook lastig vindt. Ik vind dat ding echt lastig. Waarom weet ik niet. Geef mij maar een UMP. What's happening? No one here. Scout vind ik ook lastig wapen trouwens. Oh shit. Leuk. Oké. Okay. Nee, we hebben nog een Overwatch. Rip. Jongens, ik denk dat we van Overwatch geband zijn. Heel grappig. Oh nee, toch niet. Nee, ja, ik heb geen idee waarom we geen Overwatch hebben. Maar, nou ja, ik, wat een rare aflevering dit. Nou ja, maakt niet uit. Ik ga wel, met het spelen dan. Alleen, ik vond het wel een rare aflevering. Nou ja, tot de volgende keer. Geen idee. Volgende keer doen we gewoon 1 meter, want dat gaat beter. Hey, doei!